Ik heb altijd gezegd dat de, de fundamentalisten binnen de islam en de extreemrechtse objectieve bondgenoten zijn van elkaar. Ze houden elkaar in leven. Ze geven bestaansrecht aan elkaar, omdat ze eigenlijk exact hetzelfde vertellen. Zij kijken op een heel reductionistische, essentialistische manier naar de zaken. Dus men reduceert de, de islam tot, tot twee of drie uitspraken in de, in de overleving van de profeet Mohammed. Men gaat dat uitvergroten en op basis daarvan mensen gaan excommuniceren, buiten de gemeenschap gaan plaatsen. Dus elke vorm van nuance ontbreekt daarin. Maar ik denk dat, dat we moeten investeren in de brede basis en niet in de extremen. Hoe groter dat die basis wordt van mensen die wel voor de nuance gaan, uh, hoe makkelijker dat de extremen zullen uit, uitdijen.